moet ik dit medicijn gebruiken? Gebruik de pil gedurende 21 dagen. Daarna volgt een pauze van 7 dagen. Tijdens deze pauze zal een bloeding optreden die lijkt op een menstruatie. Je kunt de pil op ieder gewenst moment van de dag innemen. Makkelijk is wel om een vast moment te kiezen. Dit maakt de kans op vergeten aanzienlijk kleiner. Leg de pilstrip bijvoorbeeld bij je tandenborstel, zodat je bij tandenpoetsen ook altijd je pil inneemt. Wanneer je last hebt van waterdunne diarree of braken binnen 4 uur na het innemen van de pil, neem dan alsnog een nieuwe pil in als de maag en darmen weer tot rust zijn gekomen. Als je de pil al langere tijd gebruikt, langer dan 1 maand, is het ook mogelijk 1 pil over te slaan en de volgende dag verder te gaan met de pilstrip. Als het braken of de waterdunne diarree langer dan een dag blijft aanhouden, kijk dan de video Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten? Een paar zaken waar u op moet letten. Als je rookt, is er na je 35ste een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Na je 35ste is het dus verstandig om een andere vorm van anticonceptie te kiezen. Als je niet rookt, kun je de pil ook na je 35ste doorgebruiken. De enige reden om dan te stoppen, is wanneer je zwanger wilt worden. Bent u ouder dan 50, dan heeft u kans dat u in de overgang bent. Wilt u weten of dat het geval is? Stop dan met de pil en kijk of u nog menstrueert. Als de menstruatie niet meer komt, weet u dat u in de overgang bent.